gaat erom het opvangen, het creatief opvangen van de afwijking. Iedereen prutst. De architect prutst vakkundig en de andere prutst niet vakkundig. Maar in ieder geval, het resultaat is, zoals we gezegd hebben, mager, schril, weinig. Je kan niet zeggen namelijk dat het de contravorm van het menselijke gemoed benadert. Hè? Maar het gaan alle gebouwen van mij afbreken, dus dat is geen... Nou ja, ze gaan mij ook afbreken natuurlijk op den duur. De architect behoeft dus niets meer te doen dan de mens behulpzaam te zijn bij zichzelf thuiskomen. Ja, dat zegt al heel veel, hè. Het is een enorme... Het behoeft niet meer te doen, lijkt heel bescheiden, maar ondertussen... Het schijnt wel moeilijk te zijn. In de nieuwe buurt, in de nieuwe wijk of hier of elders in andere werelddelen hebben ze hem eindelijk gezien wat een koude, kale, lege, troosteloze, schriele boel. Het is wat ze mensen hebben geboden. Ze zijn waarschijnlijk bewust geworden dat ze in plaats van het interieur eigenlijk een continue buitenkant hebben gemaakt. Altijd erbuiten, je kan er niet in. Maar bij hun kan je niet anders doen. Als je architecten gemaakt hebben, kan je niet anders dan verdwalen in de leegte. Ze hebben de leegte geconstrueerd in plaats van de ruimte. De absolute freedom to fill in all these people is the result of a dictatorial power invention or intervention. The collective behavior, the extension of collective behavior into built form. Dat blijkt toch wel utopie te zijn. Blijkt dat je op de een of andere manier dat niet kunt. Dat hele idee van het configuratieve. Het is een systeem, maar het is een hele ander hanteren van het systeem. Dit heeft niets van een regimenteren te maken. Het beweegt de hele tijd. Het is een soort van harmonie in beweging. Een dynamische harmonie die te maken heeft met het aantal. Vandaar dat de Afrikanen zulke geweldige drummers zijn. Het is een soort reeks... In tijd en ruimte kunnen ze denken. Somehow what we've got to find, work and work and work to discover, is that language, that horizontal, non-hierarchical language. Eén soort kolom, één soort latij, twee soorten koepels. En daar is het hele gebouw van gemaakt. En dus alle ruimtes en alles is van dat ene materiaal gebouwd. Nou, als dat niet structuralistisch is, dan weet ik het niet. In de moderne tijd je niet meer voorstellen dat gebouwen
blijven zoals ze gemaakt zijn. Alles verandert. What you do is not a language, but it is een sort of open structure, which is by appropriation becomes another thing. A complete transformation of your work. Because that whole idea is the idea of making a structure which can be filled in, the freedom of the people is, so to say, within the framework of that structural idea. Het is niet juist zo fantastisch, die repisering. Dus het is een heel andere denkwijze. Het gaat er niet om die gelijke verdeling. Het gaat erom het opvangen, het creatief opvangen van de afwijkingen.